gefeliciteerd. Dankjewel. Dat was nog even een stukje laatste. Maar ze zeiden al, de commentator, Paul Schabbink en zijn collega, die zeiden van, nou, dat gaat ze niet meer weggeven. Ja, maar jij moet wel doen. Je weet dat nog wel wat sprinters achter zitten. Die zijn heel snel. Maar dat was de enige mogelijkheid. Ik ben geen sprinter. Ik heb het net teruggepakt. Ik denk, nu gewoon gaan. Ja, dan rij je weg. Ja, wanneer dacht je aan de zegen hier in Haaksbergen? Nou, eigenlijk tot ik over de streep was. Want ik hoorde wel dat Marijke gewoon nog vol gas ging. Ik denk, niet kijken, gewoon gaan. Als zo komt ze erover. Maar dat kan ze niet. Wat zegt dat, een marathon op natuurreis, de eerste in een seizoen te winnen? Ja, hier in Nederland is gewoon fantastisch. Ik heb nog nooit in Nederland echt gewonnen. In ieder geval niet hier. Ja, dat is gewoon heerlijk, toch? Ja, wanneer hoorde je dat het vanavond hier in Haaksbergen zou plaats gaan vinden? Ja, vanochtend. Ik was aan het werk. Wat deed je? Wat doe je voor werk? Wat zeg je dan? Ik ga weg. Hoe gaat dat? Het makkelijk is, mijn baas is ook mijn sponsor. Dus ik vroeg aan hem, goh, als ik dan zeg Haaksbergen, wat zeg jij dan? Dat zei hij nou, volle bak, spullen pakken wegwezen. Dat is geen probleem. Hoe kun je je dan voorbereiden op dit soort wedstrijden? Kun je me dat uitleggen? Niet, gewoon starten, gaan. Voor iedereen hetzelfde. Niemand heeft nog natuurreis gevoeld. Dus het is gewoon op de gok, gewoon gaan, niet denken. Ja, zijn dit dan ook de echte wedstrijden die erom gaan? Zo'n eerste op natuurreis. Zijn dat belangrijke wedstrijden voor een marathonschaatser? Ja, dat is natuurlijk wel heerlijk. Je hebt natuurlijk de publiciteit. En mensen gaan er echt voor. Het zijn echt wel mooie wedstrijden om mee te beginnen. Kijk, de meeste rijders zijn nu op de Wijzenzee. En die bereiden zich daarvoor voor daar de zware wedstrijden. Maar het is natuurlijk voor het Nederlandse begrip is het ideaal en fantastisch om zo te kunnen rijden. Ja, ze waren hier apetrots op het ijs. Hoe is het ijs eigenlijk? Echt supergoed. Echt, ik heb geen scheurtje konden ontdekken. En het is echt, ik denk dat die halve minstens net zo glad is. Is dit de mooiste zegen tot dusver uit je carrière? Het is wel jullie eerste zegen van het seizoen, heb ik me laten vertellen. Nou, Lolo heeft ook al eentje gewonnen op kunstijs. Dus het wordt de tweede, dus het is hartstikke mooi. Maar dit is de mooiste uit jouw carrière? Of? Nou, dat niet helemaal, maar wel een... Nou, zeker een dikke vette tweede. Een dikke vette tweede. En morgen vrij, denk ik. Ja, nou, ik denk dat ik wel even een taartje meeneem voor de afdeling. Maar vrij zeker niet. Nee, we gaan gewoon weer door. Hè. Genieten en gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel.